Ik wil graag nu het woord geven aan Alex van der Poel. Dus Alex, the floor is yours. Dankjewel Frank. Welkom ook iedereen. Bedankt Sales Marketing Groep dat ik vanavond mijn verhaal mag doen. Vorig jaar stond ik tijdens de PME live te vertellen. Dit keer doe ik het digitaal. Maar dat doe ik me altijd graag en ik vind het altijd leuk om te doen. Dus ik spreek vaker op dit soort evenementen. En het is altijd leuk om mijn kennis te mogen delen. Dat gezegd hebben we, vandaag gaan we het hebben over Supreme Shopping. Wat wil ik daarmee zeggen? Supreme Shopping is eigenlijk de overtreffende trap van Smart Shopping. En dat is eigenlijk een vorm van adverteren waarin je niet puur kijkt naar de omzet, maar een aantal stappen verder gaat en echt richt op de lange termijn bedrijfsdoelstellingen, zoals het optimaliseren voor winst. Misschien nog wel nu belangrijker dan ooit. We zitten midden in een crisis waarvan wij niet weten waar het naartoe gaat. Voor een deel van de partijen, online partijen, pakt dat goed uit in de zin van dat zij daardoor extreem veel meer websitebezoekers hebben of verkopen hebben online. Maar voor een groot gedeelte pakt het ook heel slecht uit en wordt het daardoor steeds belangrijker om goed te kijken naar de marges die je overhoudt van de producten die je online zet en waar je misschien flinke budgetten tegenover stelt. Maar ook voor de bedrijven waar het nu heel goed gaat, is het ook wel goed om kritisch te kijken naar ja, hoeveel van mijn producten kan ik misschien op een andere manier al verkopen zonder daar direct heel veel euro's tegenover te stellen. Dus daar ga ik vandaag wat meer over vertellen. Supreme Shopping. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. Ik vind het in ieder geval een heel tof onderwerp. En daar gaan we. Als het goed is, is het ondertussen gelukt om mijn scherm te delen. Dus nu zien jullie als het goed is mijn scherm. Dat is nu dus al 5,5 jaar gepubliceerd. De meeste gezond in een foto waar ik vorig jaar op zoek was bij Google in Mountain View. Dus ik schakel ook veel met de engineers van Google om te kijken wat er bij hun, aan hun kant qua nieuwe technieken aankomt en hoe wij daarop in kunnen spelen. En dat doe ik dus niet alleen. Ik heb zo'n 35 collega's, met name in de consultancy, maar ook een aantal data scientists en developers om de tool van de grond te krijgen en de nieuwste technieken te kunnen introduceren. En dat doen we vanuit Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam. Eerst de vraag eigenlijk al meteen. Dus ik wil ook graag, nu ik mezelf geïntroduceerd heb, even kort weten wie ik tegenover me zit. Dus ik heb een poll uitgebracht met een aantal opties die je kan selecteren. Selecteer de optie die dichtstbij zit. Wat jouw functie is bij een CS-specialist, online marketeer, e-commerce manager, webshop-eigenaar, dan kun je dat invullen. Dus ben benieuwd wat eruit komt. Ik zie een aantal online marketeers, een CS-specialist, iets anders. De meeste is gewoon breed online marketing, zie ik. CS-specialist zit er 2 bij, 2 SEO-specialisten en 4 anders, waarschijnlijk ook wel in de richting online marketing. Dus er zijn een mooie groep mensen die al bekend is met in ieder geval dit onderwerp online marketing, dus graag een paar stappen verder wil oppakken. Dan gaan we nu verder met de presentatie. Om even te beginnen wil ik eerst even meenemen met een korte geschiedenis, een korte tijdlijn van Google Ads of Google AdWords, zoals het vroeger heette. Google AdWords is in de loop der jaren enorm veranderd en mensen die daar die er dagelijks mee werken, die kunnen dat als geen ander beamen. En het gaat eigenlijk steeds meer in de richting op van meer automatisering. Eerst kwamen er steeds meer mogelijkheden, dus je kreeg steeds meer opties in Google AdWords. Je kon steeds meer verschillende vormen toepassen van biedingen, van creatives, van bepaalde platformen die erbij kwamen, display, YouTube en noem maar op. Daarna werd het ook steeds makkelijker om dat te kunnen beheren met bijvoorbeeld Google AdWords Editor, met automatische regels. Kwam op een gegeven moment ook Smart Bidding, waardoor je als CS-specialist eigenlijk niet meer noodzakelijk was om dagelijks die bieding te kunnen beheren. Dat werd allemaal automatisch gedaan door een heel slim algoritme van Google die op meer dan 200 signalen kan sturen. En kort geleden is daar op Smart Shopping aan toegevoegd, waarbij je dus je Google Shopping campagnes op meerdere kanalen kan adverteren en dat allemaal automatisch met behulp van één
standaard doelstelling. En je voegt wat creatives toe en je hoeft verder niet heel veel meer te doen. Dus je rol wordt eigenlijk steeds meer uitgespeeld. Dan ben ik wel even benieuwd of jullie dit weten, hoe Google Shopping, dat is geïntroduceerd in 2002, hoe dat toen heette bij de introductie. Dus ik heb even een nieuwe poll. Dus goed, dus krijg je zo een nieuwe poll te zien. Je gaat niet stiekem googlen. Dus ik wil even weten of jullie weten hoe dat toen heette. Dus ik heb jullie even een aantal seconden de tijd. Nou, ik zie heel verschillende antwoorden. Is het juiste antwoord is één keer geraden, is Google. Backrub, zo heette Google als allereerste, maar dat is niet de juiste naam. Google was de eerste naam voor Google Shopping. Dus in 2002 geïntroduceerd. En dat maakt het zeker voor retailers een heel stuk makkelijker om alle producten meteen op te adverteren. Want je hoeft er dus ook geen zorgen te maken over dat je bij ieder product de juiste zoekwoorden moest vinden. Je hoeft ook geen zorgen te maken dat je bij ieder product de juiste creatives moest aanmaken. Dat stond gewoon in je feed. En je kon dat op die manier vrij eenvoudig beheren. Want als een product uit voorraad ging, dan adverteerde je daar automatisch ook niet meer voor. We hebben het net even kort gehad over smart shopping. Smart shopping adverteren op meerdere kanalen. Dus je adverteert niet alleen op de Google zoeknetwerk, maar je adverteert daarnaast ook op een aantal andere onderdelen binnen het Google totale netwerk. Waarmee je dus eigenlijk met één simpele campagne meteen een hele brede exposure hebt op alle netwerken van Google. Dus ben ik even benieuwd of jullie ze allemaal kennen. En of jullie weten op welke netwerken je dan meteen vertegenwoordigd bent. Nou, het is eigenlijk allemaal goed. Dus het is niet alleen het Google zoeknetwerk, het is ook GDN, YouTube en Gmail. Maar ik kwam als goed straks ook net even kort al in beeld. Dus zoals je ziet, er zijn veel meer netwerken. En de vraag is, waar gaat het naartoe? Dus en wat is jouw rol als CR-specialist? Als je dus een eenvoudig campagnetype hebt, waarbij je eigenlijk met wat opzet elementen in het begin eigenlijk al klaar bent. Tenminste, dat zou je denken. Waarbij het dus nu eigenlijk draait om welke signalen stop je in smart shopping, dus je product feed, je target en wat creatives zoals je logo, een afbeelding en een headline en een description. Dan ben je eigenlijk al klaar. Het enige wat je natuurlijk ook nog op orde moet hebben is dat je conversietrekking goed staat, waarbij je dus je conversiewaarde of zo je omzet rechtstreeks terugstuurt naar je smart shopping campagnes, zodat je de signalen afgeeft waarop je smart shopping campagnes kunnen gaan sturen. Daarbij is het ook belangrijk om, je moet ook een remarketinglijst hebben ingesteld. Dus dat zijn de vereisten, maar als je dat hebt, dan kun je eigenlijk een smart shopping campagne starten, omdat je dus ook voldoende conversies hebt in de maand. Maar dan ben je eigenlijk al klaar. Dus het gaat steeds meer om, wat voor input signalen stop je erin en wat voor output signalen stop je eruit. Maar hoe kun je nou die smart shopping campagne verder optimaliseren? Dus je hebt geen keywords die je meer moet opgeven. Je hebt geen creatives die je meer hoeft op te geven. Je hebt geen biedingen die je meer hoeft door te geven. Dus je hebt dat dagelijkse management of dat wekelijkse management wat je voorheen nodig had. Dat is helemaal verdwenen en je hebt meteen een campagne staan die op heel veel fronten voor jou alles kan optimaliseren. Dus een campagne waar het vaak ook wel heel lastig is om die al matig genoeg te kunnen verslaan of tijd er ook in stopt of tooling er ook voor gebruikt. Wat is het belang van Google hierbij? En wat betekent dat voor de rol van CR-specialist? Nou, het belang van Google is eigenlijk vrij duidelijk. Het vereenvoudigt de diensten van Google, waarmee de toegankelijkheid groter wordt. Want je hebt het is makkelijker voor iedereen om het op te zetten en toe te passen. Zodat er ook de juiste resultaten uitkomen. Google krijgt er ook meer macht en controle over de biedingen en plaatsingen. Zorgt dus daarmee ook voor dat de plaatsingen die Google aanbiedt, dat die ook maximaal gevuld worden. En de beheerkosten dalen. Dus
stromen die terug naar de veilingen, of dat stroomt eigenlijk terug naar de veilingen, levert Google meer winst op. Dus doordat je minder uur nodig hebt om die campagnes te kunnen managen, je hebt niet meer een marketeer nodig die dagelijks of wekelijks, maandelijks een x aantal uur aan die campagnes hoeft te besteden, kun je dus eigenlijk dat geld wat je daarmee bespaart weer in die veiling stoppen. Wat natuurlijk de veiling weer competitiever maakt en Google uiteindelijk meer winst. Dus voor Google is het belang duidelijk, maar wat betekent deze gegevens nou voor jou als online marketeer? En hoe verandert jouw rol en hoe blijf jij toegevoegde waarde bieden als online marketeer om die campagnes tot een hoger niveau te brengen? Daar zijn een aantal elementen waar ik vandaag op inga. Nou, allereerst heb je natuurlijk al target die je kan aanpassen. Je stuurt in de meeste gevallen op een bepaalde doelgewas. Dus een return on ad spend. Hoeveel euro stop je in Google en hoeveel omzet krijg je daar terug? Dat is een bepaalde verhouding. Dus vaak 1 op 5 of 1 op 4. Maar waar ligt het optimale punt? Dat is altijd de vraag die daarbij overblijft. En anderzijds heb je dus controle over de output signaal. Dus je kan als je puur op omzet zou sturen en je hebt producten van verschillende marges, dan ga je in sommige gevallen winnen bij producten waar je weinig marge op hebt en verliezen bij producten waar je veel marge op hebt. En zo spelen er ook nog heel veel andere elementen een rol. Dat zie je nu ook bij COVID-19. Dat als je voorraad niet op orde hebt en dat je bepaalde producten hebt die je toch al uitverkoopt, dan heeft het niet zo heel veel zin om die in Google Shopping te zetten. Daarnaast kun je ook denken aan je offline verkopen. Heel veel partijen, er zijn eigenlijk nog maar weinig partijen die dat op een goede manier hebben ingericht of die signalen eigenlijk terugsturen naar smart shopping. En als je nog een aantal stappen verder denkt, en dat is vaak wat complexer, dan zit wat meer voorspellingen in, kun je ook gaan denken naar je totale customer lifetime value. Dus niet iedere klant is evenveel waard, zoals je straks ook zien. En daar kun je ook op een bepaalde manier op gaan sturen. Nou, hoe je dat gaat doen, dat leg ik jullie zo meteen uit. Maar je ziet dus dat er eigenlijk, dus blijven dus een aantal elementen over, weliswaar heel anders dan voorheen. Dus je bent niet meer zozeer bezig met knoppen in Google Ads om aan te sturen, maar je bent veel meer bezig met hoe krijg ik de juiste data, de juiste signalen weer terug in smart shopping. En daar blijft natuurlijk wel belangrijk dat je product feed gewoon kwalitatief gewoon op orde blijft. Dus dat het alle de juiste elementen, basisvereisten omvat, maar ook alle extra input die je daarmee kan geven, zoals de juiste titels en descriptions. Maar de verandering hierin is duidelijk, dus dat je dat de elementen in Google Ads die je kan aanpassen, verdwenen zijn. En dat de output signalen hierbij een stuk belangrijker zijn geworden. En daarom laat ik altijd dit soort slides zien om even te kijken waar we vandaan komen en waar we naartoe kunnen gaan. Nou, allereerst bij Google AdWords toen nog destijds, toen het begonnen was, kon je eigenlijk puur alleen op basis van CPC sturen. Dus je betaalde of je bepaalde hoeveel je wilde betalen voor iedere klik, maar je had nog weinig inzichten in hoeveel conversies een klik opleverde. En later kwamen we daar tools voor in handen binnen Google AdWords om de conversies te meten. En voor e-commerce werd al heel snel ook de mogelijkheid geboden om ook je omzet terug te koppelen aan Google Ads, waardoor je dus veel gerichter je campagnes en je budgetten en je biedingen kon gaan inzetten. Ja, anno 2020 zie je dat de meeste partijen daar eigenlijk nog op zijn blijven hangen. Dus je ziet dat de meeste partijen nog op basis van return on ad spend waarde sturen en nog geen andere elementen meenemen. Dus ga je een stap hoger op deze trailer, dan neem je bijvoorbeeld dus ook het offline effect mee. Heb je fysieke winkels of heb jij verkopen telefonisch, dan wil je ook weten hoeveel van die verkopen nou zijn voortgevloeid of hoeveel zijn voortgekomen uit jouw Google Ads campagnes. Dat noemen we het offline effect, oftewel het ROPO effect, Research Online Purchase Offline. Zou je ook andersom kunnen zien, dus Research Offline Purchase Online. En dat effect, dat wil je meenemen, want als je dat niet meeneemt en het is een belangrijk onderdeel van jouw omzet, dan had je dus waarschijnlijk meer uit kunnen geven aan Google Ads om misschien nog meer omzet eruit uit terug te krijgen. Dat is een soort van gat wat je nu hebt in jouw metingen.
Dus dat is voor de meeste partijen in de multichannel partijen is dat een belangrijk gat om te vullen. Ga je nog een stap verder, dan ga je ook kijken naar je winst. Dus niet ieder product, dat zei je net al, levert ieder, ja, evenveel marge op. Een bekend voorbeeld zijn de PlayStations, maar ook merken zoals Adidas, die hebben vaak flinterdunne marges, non-competitief. Daar kun je heel veel, misschien wellicht heel veel omzet uit terughalen uit je ads-campagnes, maar heel weinig marge, omdat er gewoon weinig marge op zit. En anderzijds heb je misschien producten in je sortiment zitten die ondergewaardeerd zijn, waar je veel meer marge uit terug kan halen. Dus de reden dat dit vaak nog niet, dat er vaak nog niet op wordt gestuurd, is dat het gewoon lastig is om op de juiste manier te achterhalen. En dus ik laat je zo zien hoe je dat wel zou kunnen doen. Dan ga je nog een stap verder, dan kun je ook kijken naar je inkomsten en je uplift. Dus campagnes van Google zijn vaak opgericht om die werken eigenlijk op basis van een bepaalde correlatie, noemen we dat. Dus je ziet hoeveel mensen hebben er op je ads geklikt en hoeveel hebben er daarna iets gekocht. Maar het kan natuurlijk zijn dat zij alsnog wel bij jou uit waren gekomen als zij niet op een ad hebben geklikt. Dus dat bekend voorbeeld zijn natuurlijk je branded campagnes, dus je merk keywords, maar ook je remarketinglijsten. Dat zijn mensen die zijn al bekend met jouw merk, anders zouden ze niet al eerder op je site zijn geweest, of anders zouden ze al niet al heel specifiek naar jouw merk zoeken. En daar moet je op een andere manier mee omgaan, en daarvoor heb je dus wel de juiste inzichten nodig. En als laatste stap kun je ook gaan kijken dus naar die customer lifetime value. B2B-klanten kunnen misschien meer opleveren, bepaalde klanten die kunnen misschien juist minder opleveren, omdat zij veel producten retour sturen. Dus zo kijk je veel bedrijfsspecifieker naar je campagnes, en kun je precies of preciezer weten welke producten, welke klikken, voor welke netwerken en welke zoektermen je nou werkelijk echt het meeste hebben opgeleverd. Zou dat even in je achterhoofd, en dan heb ik hier even een voorbeeld. Ook weer, er zit ook weer een korte vraag bij. Ik heb hier 3 producten. Ze hebben allemaal evenveel klikken gehad, maar welk product heeft nu de laagste kosten per conversie? Is dat de panty, het strandjurk of de badpak? Ze hebben even de tijd. Laagste kosten per conversie, oftewel laagste CPA. Dus dan moet je even een paar getallen bij elkaar optellen en kijken wat daar uitkomt. Kan ook een snelle inschatting maken wellicht, als je niet snel genoeg kan doen. Ik ben benieuwd hoeveel van jullie het goed hebben. Nou, 2 hebben gekozen voor badpak en 1 voor panty. En het was de panty. De panty heeft de laagste CPA. Want het heeft relatief lage kosten per klik. En je moet ook kijken naar het conversiepercentage. Dus uiteindelijk het aantal conversies wat je eruit haalt, dat deel je door. Je hebt totale kosten, €15 gedeeld door. Dus 2 conversies, dan hou je €7,50. Betaal je eigenlijk per conversie. Maar de vraag is, is het ook het product met de laagste, of de beste, de hoogste ROAS, moet ik zeggen. Dus ik heb even een nieuwe poll. Dat is weer een andere berekening die je nu moet maken. Welk product heeft de hoogste return on ad spend? Is eigenlijk de beste return on ad spend. Is dat de panty weer? Is dat de strandjurk dit keer? Of is het dat de badpak? Dus belangrijk om hierbij, wat hierbij dus ook hoort, is dus de prijs van het product. Dus ik ga nu niet alleen maar kijken naar hoeveel conversies zijn er geweest, maar ook de omzet die eruit voortvloeit is hier belangrijk in. En dit keer, zoals je ziet, is het de strandjurk. Strandjurk heeft een hoog conversiepercentage, maar ook een veel hogere, met name een hogere prijs ook dan de panties. Waardoor dus ondanks een hogere CPC je wel meer een betere ROAS overhoudt. En vandaar dus ook dat als je puur zou sturen op basis van CPA, dan zou je wellicht de pent en je hebt een identiek tegenpartij, dus een concurrent die ook dezelfde 3 producten aanbiedt, met dezelfde klikken en kosten, dan, of met dezelfde strategie, dan zou je dus het kunnen afleggen als de andere partij juist op return on ad spend zou sturen.
dan zou jij dus eigenlijk te veel betalen voor je panties. Nou ben ik ook benieuwd, en dat is eigenlijk weer nog een stap verder, dus we moeten nog een lange berekening maken. Maar misschien kun je het al wel raden. Welk product heeft nu uiteindelijk de hoogste marge aan over? Is dat panty, strandwerk of is dat badpak? Yes, de meeste van jullie hadden het goed. Het is het badpak. Omdat je dus veel hogere marge hebt op het badpak dan op strandjurk en op de panty. Heb je een hogere marge dan op strandjurk. Alleen je hebt de netto marge is relatief laag. Omdat de prijs van het product ook relatief laag is. En omdat je dus zelfs met relatief weinig kosten die je maakt. Alsnog netto of je bruto winst. Je winst eigenlijk ook na je advertentiekosten. Die is in dit geval negatief. Terwijl je bij het badpak, dus omdat je dus meer ruimte hebt om te bieden, je hebt al meer marge, zou je dus, als jij een winstgedreven strategie zou hebben, zou je dus meer badpakken verkopen en daardoor onder de streep ook meer overhouden. Dus belangrijk om over dit soort zaken na te denken, nu je dus een verschuiving hebt van campagnestructuur, waarbij je dus op basis van smart shopping gaat werken, dan wordt het dus steeds belangrijker om heel dieper na te gaan op welke product je nou echt winst maakt, omdat je dus weinig andere elementen hebt om te sturen. Dus je strategie, de signalen die je terugstuurt, worden belangrijker om je concurrent te verslaan op de producten waar het toe doet. En daarvoor, dan weet ik weten hoe ga je dat doen. Er zijn eigenlijk drie hoofdmethodes voor, met ieder ook wat voor- en nadelen. Drie methodes zijn margecampagnes, analytics-koppeling of ERP-koppeling. Ik zal eerst iets vertellen over de margecampagnes. Dus stel je hebt weer dezezelfde drie producten. Dan zou je dus kunnen zeggen, heel simpel zeggen, we stoppen alle producten met een bepaalde marge, die stoppen bij elkaar, of vergelijkbare marge, die stoppen bij elkaar in een bepaalde campagne. Dus je zou hier bijvoorbeeld drie campagnes krijgen, waarbij je panty in één campagne stopt, strandjurk in een andere campagne, en de badpak in de laatste campagne. En voor iedere productmargegroep ga je dan een ander doel instellen. Dus voor de panties heb je bijvoorbeeld een ROAS van 500% als doel. Voor je strandjurk 800% en voor je badpak 400%. Nou, op die manier kun je dus op een margegedreven manier je producten inzetten. Maar het heeft wel wat nadelen. Dus belangrijk is dat je moet weten dat als iemand op een bepaald product heeft geklikt en je krijgt daarvoor een terugkoppeling in Google Ads, zodat iemand een bepaald product heeft geklikt en ook iets heeft gekocht, dan wil dat niet per se zeggen dat het ook hetzelfde product is als wat is verkocht. Dus je kan bijvoorbeeld in Google Ads een terugkoppeling krijgen dat jij bepaalde roles hebt behaald bij jouw badpak of bij jouw panty, maar dat het strandjurk is verkocht waarop een hele andere marge zit. Dus dat is heel belangrijk om daar rekening mee te houden, want het kan dus zijn dat bepaalde producten in meervoud worden verkocht. Het kan zijn dat bepaalde producten vaker retour komen en dus kunnen totaal andere marges op zitten. En het komt best wel vaak voor, en zeker binnen de kledingbranche worden natuurlijk veel producten ook retour gestuurd, maar het kan het dus ook vaak voorkomen dat er dat iemand een product koopt van een totaal ander merk, of misschien wel binnen dezelfde productcategorie, maar dan toch een heel ander type of een heel andere versie daarvan, waar een heel andere marge op zit. Dus dat is het nadeel van de margecampagnes. Je hebt dus iets minder grip op wat je nou werkelijk onder de streep overhoudt. Dus een andere methode is een analytics koppeling te maken. In analytics, als je de tekst op de juiste manier hebt ingeregeld, de makkelijkste manier is vaak via Google Tag Manager, dan kun je dus een koppeling maken op basis van het order ID. Het order ID laat eigenlijk zien welke producten er zijn verkocht. En op basis van welke producten er zijn verkocht, zou je een berekening kunnen maken hoeveel marge je daaraan overhoudt. Dus we hebben er zelf een bepaald systeem voor ingericht in onze eigen tooling, om het eenvoudig te kunnen doen. Mocht je daar de mensen, skills en een andere oplossing voor hebben, dan zou je dat via een data warehouse kunnen doen.
Wij zelf hebben dus daar een heel systeem op bedacht om dat op een slimme manier te kunnen doen. Maar het grote voordeel is ten opzichte van die marktcampagnes die je net zag, is dat je dus echt per product kan meten wat er is verkocht en hoeveel wat de inkoopkosten zijn geweest. Je kan de centkosten daarmee pakken, bepaalde kortingen of vaste kosten kun je meerekenen. Dat is up to you hoe jouw bedrijf is ingericht en waar je op wil gaan sturen. En vervolgens kun je dat in bepaalde rapportages te zien krijgen en wil je dat ook teruggekoppeld krijgen in Google Ads. Dat zal ik zo laten zien hoe dat stukje werkt. Een iets geavanceerdere oplossing en vaak iets lastiger te implementeren oplossing is een ERP-koppeling of eigenlijk een backend-koppeling. En dat kan ook weer op basis van Order ID of op basis van het Google Click ID. En daarbij kun je dus naast je inkoopkosten, kortingen, vaste kosten, etc. ook je retouren en je customer lifetime value meenemen. Want je hebt dus ook data over welke producten er zijn teruggekomen, eventueel bij wat van die klant dat is geweest, om je customer lifetime value te berekenen. En zeker binnen bepaalde productgroepen is dat een belangrijk gegeven om te kunnen berekenen wat je onder de streep overhoudt. Belangrijk wat ik al zei is om de tekst daarvoor goed in te richten. Voorkom ook dubbelmeting. Dus neem het mee in je conversies. Stel voor het tag manager in of doe dat anders via een webbouwer. Maar het makkelijkste manier is dus via een tag manager. En zorg ervoor dat zowel het order ID als de conversiewaarde worden gemeten door de pixel. En dat is een andere optie, die is iets lastiger, maar biedt er ook wel iets meer mogelijk, is Google Click ID. Dus iedere advertentie binnen Google, die krijgt zijn eigen ID mee, zodat Google precies weer kan achterhalen op welke advertentie de klik is binnengekomen. Kun je ook weer voor je offline conversiemeting gebruiken om te kunnen zien, nou, als er een bepaalde aanmelding is geweest, om te kunnen zien met welke advertentie dat is teruggekomen. Dus belangrijk om je tekst daarvoor goed in te richten, om dat te kunnen meten. Want Order ID is eigenlijk het ID ook waar je die matching mee kan maken. Dus dat is een belangrijk element. En voor de laatste twee opties die ik net liet zien, is dat een vereist om toe te passen. Nou, heb je dat gedaan, dan kun je dus een overzicht maken over je totale winst. Onder de streep waarbij je dus je retouren, eventueel je CapEx korting, centkosten en inkoopkosten mee kan nemen. Maar dat is up to you, dus je kan daar zelf mee spelen wat belangrijk is. En wil je daar combinatie maken ook met bepaalde vaste kosten, dan kan dat dus ook. En daarmee creëer je dus in enerzijds dus meer inzichten en anderzijds kun je daar ook jouw campagnes op sturen als je dit terugkoppelt naar Google Ads. Dat zal ik zo laten zien. Dus hier even een overzicht van de drie vormen. De Marge campagne is eigenlijk de meest makkelijke vorm om toe te passen, want je hoeft alleen maar een bepaalde custom label in jouw Google Ads campagne of in jouw Google Shopping Feed te plaatsen om daarop te kunnen filteren. Nadeel daarbij is wel dus dat de attributie niet helemaal klopt, dus dat niet altijd zo hoeft te zijn dat hetzelfde product wel geklikt is, ook wordt verkocht. En je kan overige kosten, retouren en customer lifetime value niet meenemen. Daar één stap verder op is iets eenvoudiger, of iets complexer, maar nog steeds eenvoudiger, is de analytics koppeling, waarbij je dus wel terugkoppeling hebt over welk product er ook werkelijk is verkocht. Je kan bepaalde overige kosten in meenemen, alleen je retouren en customer lifetime value niet. Dat kan wel eens bij die order connectie. Hoe stuur je dan die data terug naar Google Ads? En standaard hoe het werkt is dat iemand op een advertentie klikt en op basis van een bepaalde cookie kan Google ook weer achterhalen of dat er een andere sessie is geweest, of dat binnen dezelfde attribution window standaard is dat 30 dagen is geweest en iemand maakt een bestelling, komt op de bestelpagina waar de juiste tracking staat toegepast, tracking pixels toegepast. Dan komt er rechtstreeks in Google Ads, komt dan de omzet, wordt eigenlijk teruggeschoten. Dus Google leest dat uit en dan kun je dat terugzien en kun je daarop sturen. Nou, wat je
ook kan doen, dat is eigenlijk een andere stroom, is dat je oftewel of je Google Click ID of je Order ID afhangt. Dus komt in je order data of in je analytics te staan. Die haal je op, daar maak je de berekeningen op, zo wat ik net liet zien. En dat importeer je weer naar Google Ads. Dus dat komt dan op een later moment, komt dat in Google Ads. Maar daardoor kun je dus wel je eigen berekeningen maken en kun je dus ook andere elementen meenemen. Dus er zijn twee stromen die je daardoor kan toepassen, maar daardoor met die laatste stroom erbij, dus de stroom die je nu nog niet heel vaak ziet, kun je dus een paar stappen verder gaan naar het optimaliseren voor je bedrijfsdoelstellingen, voor je lange termijn bedrijfsdoelstellingen. Misschien niet heel verbazingwekkend, maar bedrijfsmodus is het productcategorie waar de grootste retourpercentages op zitten. Daarnaast sportkleding en herenmode, dus eigenlijk de hele fashion mindset, er komen veel retour naar voren. Dus heel logisch te verklaren dat je vaak al meerdere maten bestelt, omdat je niet zeker weet welke het beste past. Daardoor is de kans ook groot dat een product retour komt. Daarnaast dat de maat misschien niet perfect past, kan het ook gewoon zijn dat je minder mooi vond of leek dan de foto eruit zag van materialen of noem maar op, pasvorm, dat net niet helemaal aansluit. Dus je ziet dat met name in die fashion branche is het heel belangrijk om niet alleen te kijken naar wat is puur je marge van een product, maar welke producten komen nu vaak toe. Want als jij puur stuurt op basis van conversiewaardes die rechtstreeks doorstuurt naar Google Ads, dan hou je daar dus totaal geen rekening mee. Dan komt het dus zijn dat je bepaalde producten onderwaardeert omdat die niet zo vaak retour komen. En bepaalde producten overwaardeert omdat die alsnog vaak retour komen. Dat is dus je werkelijke omzet niet €300 is, maar misschien nog maar €150. Bij andere productcategorieën speelt dit ook een rol in een mindere mate. Dus belangrijk om te kijken is waar je op gaat sturen is hoe belangrijk zijn die elementen nou voor jou als bedrijf zijn. Zit je in de fashion branche, dan is het eigenlijk meteen al aan te raden om naast je winstmarges ook je retourenpercentages mee te nemen. En nou, hoe werkt dat dan? Dat werkt ook weer op basis van ofwel order ID of click ID. Dat komt binnen binnen je backend systeem. Dus als een bepaald product retour is gekomen, dan moet je die data weer ophalen en weer terugsturen naar Google Ads. En dat kan dus met conversion adjustment. Kun je dus achteraf gezien de conversiewaarde aanpassen. Maar je zou ook vooraf een voorspelling kunnen doen. Als je kan zien bij welke producten de kans op retour hoger is dan bij andere producten, dan kun je daar vooraf al een bepaalde aanpassing op maken. Zodat je Google's algoritme ook eerder of sneller de tijd geeft om daar rekening mee te houden. Dus hoe eerder het algoritme weet, hoe sneller je daar ook op kan sturen. Dus als je dat vooraf al doet, dan kan je daar sneller op sturen. Dan kun je er eventueel achteraf nog een bepaalde correctie op doen als je de werkelijke retourpercentages weet. Hoe ziet het eruit? Nou, zo'n formulier die je dan krijgt, waarbij je dus een aantal elementen moet opnemen. Dus order ID, conversion name, adjustment time. En of je de conversiewaarde wilt aanpassen of dat je die eruit wil halen. Zo werkt dat. Nou, heb je dat allemaal meegenomen? Dan is het ook belangrijk, wat ik net liet zien, is om te kijken naar niet alleen wat is de netto marge die je daar aan overhoudt, maar ook wat hou je daar uiteindelijk aan over naar je advertentiekosten. En dat zijn eigenlijk twee lijnen die je daarvoor moet berekenen. Dus je wil eigenlijk weten hoeveel extra omzet pak ik als mijn bot omhoog gaat en hoeveel extra kosten ga ik daarbij maken. En daarbij komt eigenlijk op het snijvlak van die twee lijnen komt de groene lijn, dus je netto marge, waarbij het hoogste punt belangrijk is om te weten om je winst te kunnen maximaliseren. Dus maak je gebruik van de standaard shopping campagnes, dan kun je dit toepassen om je standaard biedingen op aan te passen. Maak je gebruik van smart shopping campagnes, dan moet je dus gaan bepalen bij welke verhouding kom je meest in de buurt bij dat hoogste punt van die groene lijn. Dus dat is eigenlijk een berekening die je wil maken om te weten, moet ik nou bijvoorbeeld turn on ad spend percentage van 400% inzetten op 500%. Nou, dat zijn dingen die wij ook als Achieve kunnen berekenen of met
met onze tooling. En dat zijn de elementen die voor jou als PPC-specialist belangrijker zijn geworden om rekening mee te houden. Omdat het een van de weinige knoppen is die je nog kan aanpassen in Google Ads zelf. Nou, hebben we dat ook bij twee cases hier als voorbeeld even toegepast. Nou, wat gebeurde er? Je ziet eigenlijk met terugwerkende kracht konden we zien dat die netto, dus na aftrek van de ad spend, heel vaak gewoon al verlies leed, omdat er dus gewoon veel producten had die hier naartoe kwamen, veel producten had met weinig marge. We hadden enerzijds toen inzichtelijk gebracht, op een gegeven moment hadden we een bepaald algoritme gemaakt om daarop te sturen. En op een gegeven moment zag je ook steeds beter terug, omdat we steeds beter begrepen naar welke producten een werkelijk meeste winst uithalen, konden we heel snel eigenlijk ook de netto marge vergroten. Dus dit is bij case 1 en bij case 2 konden we dat op dezelfde manier doen. Dus je ziet dat het werkelijk enorme impact kan hebben. Hoe groot die impact is totaal afhankelijk van de case. Hoe groot zijn de margeverschillen bij jouw product, in jouw productassortiment? Hoe groot is het belang van het retourpercentage, maar misschien ook spelen je voorraden in een belang. Ik heb bijvoorbeeld een klant die is heel erg afhankelijk van voorraden vanuit China. Die hebben niet altijd alle producten direct op voorraad en die zijn bepaalde producten ook snel uitverkocht. Dat is natuurlijk zonde om al het geld al uitgegeven te hebben aan Google, terwijl je dat misschien via jouw directe marketingkanalen, dat je die klant ook had binnengehaald en dat je die producten ook had kunnen verkopen. Dus om een maximaal uit je campagnes te halen, moet je met dat soort elementen rekening gaan houden. En moet je daar inzicht in krijgen en om op te kunnen gaan sturen. Wat zijn dan de nieuwe knoppen? Het allerlei plaatsen van je producten op kanalen. Dus ik heb nu vooral gehad over Google Ads, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je andere kanalen hebt, zoals Amazon bijvoorbeeld, of Bol in Nederland. Je hebt een afweging tussen CA en SEO. Is het product zelf rendabel? Dat is natuurlijk een afweging die je moet maken. Daarnaast kun je ook gaan kijken naar niet alleen je bod, maar ook naar je product pricing. Wellicht is verlaging van je productprijs beter dan het verhogen van je bod of het aanpassen van je return on ad spend percentage. Of zou je productprijs moeten verhogen om meer marge over te houden? Dat is een belangrijk element om daar mee te nemen. Daarnaast ook een advisering over een sturing op voorraad. Om directe producten te verkopen of om additionele sales vanuit producten te krijgen. Sommige producten, dat zien we ook. Dat ken misschien wel een bekend voorbeeld vanuit de supermarkt. Dus dat je bijvoorbeeld de wasmiddelen en bier vaak in de aanbieding ziet. Nou, waarom doet de supermarkt dat nou? Omdat de supermarkt weet dat als er bier in de aanbieding is, dat dat een reden is voor mensen om naar de supermarkt te gaan. En daar kopen ze vaak ook andere producten bijna. Speelt dat bij jou ook een rol? Dan wil je dat eerst natuurlijk inzichtelijk maken. We zien dat bepaalde producten bij sommige webshops echt enorme aanjagers zijn voor verkopen van andere producten. Zeker als jij bepaalde bekende merken voert en daarnaast ook je eigen white labels hebt waar je meer marge op pakt. Dan zie je dat terug, dat vaak het verkeer dan binnenkomt via de bekende merken, maar de marge terugkomt vanuit de andere producten. Dus ga je kijken naar hoe je marge kan maximaliseren, moet je dus ook rekening houden met producten die voor die additionele sales zorgen. Daarnaast zijn er nog wat extra kansen voor jou als marketeer. Volg en aanjagen dus van die winkelomzet. Optimisatie ook van de klantlijsten en bepalen van de inzet daarvan. Dus je hebt dus ook bepaalde remarketinglijsten, bepaalde lijsten of bepaalde groep klanten die je al kent en die misschien al bij jou zal terugkomen. Bepaalde groepen klanten die wellicht waarvan ligt de kans dat zij vaker terugkomen ook groter is vanwege bepaalde producten die zij hebben gekocht. Daarnaast moet je goed gaan nadenken over de inzet van je brandcampagnes, om ook je merk wat naar een hoger niveau te tillen, maar ook te kijken naar je campagnes gericht op je merkgerelateerde zoektermen. En wat voor ondersteuning bijvoorbeeld ook de sales is vanuit social media. En je eigen klantenbasis voor bijvoorbeeld via bijvoorbeeld e-mail. Dus er zijn heel veel knoppen weggegaan in Google Ads, maar daardoor biedt het juist weer een kans eigenlijk om wat meer holistisch te kijken naar je marketinguitgaven, naar hoe je marketing inzet. We hopen eigenlijk als partij van
met dit soort presentaties ook advies te geven over hoe je dat dan kan doen. Mocht je daar meer vragen over hebben, dan kun je altijd contact met mij opnemen, ook via LinkedIn of via de e-mail. Ik hoop dat het in ieder geval een hoop vragen heeft opgeroepen van, en ook een hoop vragen heeft beantwoord van hoe jouw rol als marketeer verandert en hoe je daarop in kan spelen. Ik vind het in ieder geval leuk om mijn verhaal te mogen doen. En wellicht dat er nu direct al wat vragen zijn die je hebt. Dus kan achteraf natuurlijk vragen via LinkedIn of via de e-mail stellen. Maar wellicht dat je nu wat vragen hebt die ik even live kan beantwoorden. Dan is daar nu de ruimte voor. Dus ik weet niet of Frank ook al kan zien of er een aantal vragen zijn binnengekomen. Ja, er zijn een paar vragen binnengekomen. De eerste van Leo. Hoeveel conversies is voldoende? Ik weet alleen niet meer precies bij welke slide dat was. Maar ik denk een van de eerste slides, dan moet je me even niet op vastbinden. Torres wordt ook gezegd, als hand wat 50 conversies is voldoende. Nou, het is Google nu tegenwoordig bezig ook met een beta om noemen ze dan zero conversions. Dus zou je zelfs met nul conversies, zou je het al in kunnen zetten. Omdat Google natuurlijk al heel veel data heeft van vergelijkbare producten, vergelijkbare sites. Maar wat ik zelf altijd aanraad is om daar iets boven te zitten, boven die 50 conversies ook, om gewoon om iets zeker te zijn of die algoritmes wel op de juiste data kunnen sturen. Dus ondanks dat Google natuurlijk al heel veel vergelijkbare data heeft en op een bepaalde manier al op een hele goede manier kan sturen, zou ik daar uit ervaring iets langer mee wachten. Als hand wordt vaak gezegd, vanaf 50 kun je dat inschakelen. Oké, dan nog een vraag van een anonieme attendee. Hoe stuur je de marge data uit je productfeed naar smart shopping? Dat is een goede vraag. Dus in Google Ads heb je de optie conversion upload en conversion adjustments. Dus je hebt eigenlijk twee manieren. Je kan op basis van het order ID kun je je conversiewaardes aanpassen. Dus je kan daar handmatig een bepaalde file inzetten. Of je kan het doen, wij hebben natuurlijk in onze eigen API, dus we kunnen dat rechtstreeks vanuit ons tool kunnen we dagelijks aanpassen als we die data op de juiste manier binnenkrijgen. Maar je kan het dus ook handmatig doen of een bepaalde FTP kun je dat wegschrijven. En dan kun je dat automatisch doen. En dus met het order ID kun je conversiewaardes aanpassen, maar zou je een aparte conversieactie willen toevoegen, dan kun je daarvoor het Google Click ID gebruiken. Dus dan kun je daarnaast dus je eigen conversiewaardes daarnaast zetten. Belangrijk wel is om, daar moet ik er wel bij zeggen, is dat als je het op wil sturen met smart shopping, dan moet je het wel opnemen in conversies. Dus op dit moment is het niet mogelijk om te sturen op een conversieactie die niet opgenomen is in conversies. Wellicht dat het in de toekomst wel gaat komen. Bij search zie je daar wel meer mogelijkheden al in. Wellicht dat het voor shopping ook gaat komen. Helemaal top. Verder geen nieuwe vragen meer. Ja, en als er nog vragen zijn later, wat complexere vragen, kun je het altijd mailen. In ieder geval leuk om te doen. Ja, helemaal top. Je e-mailadres staat op het scherm, dus dat moet goed komen. Dus mochten inderdaad nog achteraf vragen ontstaan bij de kijkers, dan kunnen ze altijd contact opnemen met Alex. Super. Alex, ontzettend bedankt voor dit webinar. Erg leerzaam, heel interessant. Ja, geen dank. Het was leuk om te doen. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Bye bye.